Een groot drama heeft zich afgespeeld voor een vriendin van Monique Westerberg, haar hele huis is volledig afgebrand. Om de vrouw te helpen is er een doneeractie opgezet, en Monique roept nu ook haar volgers op om te doneren. Ze heeft helemaal niets meer. In een filmpje op Instagram laat Monique het afgebrande huis van haar vriendin Chantal zien. Een bekende van mij, een moeder met drie kindjes, heeft deze week haar thuis in vlammen op zien gaan, schrijft Monique op haar stories. Alles weg. Tot overmaat van ramp was er nog een hond in het huis die het niet heeft overleefd. Het aller, allerergste is dat een van haar honden er niet levend uit is gekomen. Ze heeft niets meer, alleen een gebroken hart, schrijft Monique verder. Ze deelt de link naar de doneeractie en voegt toe: Alle hulp is zo welkom. Er is inmiddels al een bedrag van 8622 euro opgehaald voor Chantal. Op de website van de actie laat Chantal weten enorm dankbaar te zijn voor alle donaties. Het was een zeer moeilijke tijd voor ons, maar dankzij jullie hulp hebben we de kracht gevonden om door te gaan. Dankzij de genereuze inzamelingen is de eerste nood enigszins verlicht, maar helaas heeft Chantal nog geen nieuwe woonplek gevonden. De brand heeft ons huis en de caravan volledig verwoest, en helaas geeft de staat momenteel geen voorrang aan ons gezin voor een nieuwe woning. Laatst had Monique ook een klap te verwerken toen plots een bekende van haar overleed op zeer jonge leeftijd. Naast deze tragische gebeurtenis worstelt Monique zelf met persoonlijke gezondheidsproblemen. Kort geleden vertelde ze haar volgers dat ze binnenkort een operatie moet ondergaan. Haar neus werd 14 jaar geleden tijdens een auto-ongeluk verbreizeld en sindsdien heeft ze moeite met ademen. Ik stapte net bij iemand in, had mijn gordel nog niet om en boem! Mijn neus verbrijzelt en glas in mijn gezicht, deelde Monique openhartig. Hoewel je er aan de buitenkant van de neus niks meer van ziet, is de schade intern aanzienlijk. Ze durft nu pas de stap te nemen om het te laten herstellen. Mijn neus gaat geopereerd worden, dan wordt het van binnen allemaal weer opengemaakt en wat rechter gezet.